Het geneesmiddel van deze week is rifampicine. Rifampicine is een zeer potent antibioticum en de hoeksteen van de behandeling van patiënten met tuberculose. Maar ook andere infecties kunnen met rifampicine worden bestreden. Het werkingsmechanisme van rifampicine berust op de remming van het bacteriële RNA-polymerase. Hierdoor kan de bacteriële eiwitsynthese van de bacterie worden geremd. Het effect van rifampicine is met name afhankelijk van het bereiken van een hoge piekconcentratie in het serum. Het is een bactericide antibioticum en door een hoge concentratie kunnen bacteriën effectief worden bestreden. Rifampicine is samen met isoniazide de hoeksteen van de tuberculosebehandeling. Om resistentie te voorkomen wordt het altijd in combinatie voorgeschreven met andere antibiotica. In de meeste gevallen is dit isoniazide, pyrazinamide en ethambutol. Rifampicine is een belangrijk onderdeel van de therapie, omdat het niet alleen de sneldelende, maar ook de langzaamdelende tuberculobacillen kan doden. Deze laatste groep is verantwoordelijk voor de latente stadia van tuberculose die na jaren ineens weer kunnen opvlammen. Daarnaast wordt rifampicine gebruikt voor de behandeling van lepra, brucellose en ter preventie van meningokokkeninfecties bij mensen die nauw contact hebben gehad met een patiënt met meningokokkenziekte. Bij moeilijk behandelbare infecties, veroorzaakt door met name grampositieve bacteriën, kan rifampicine aan andere antibiotica worden toegevoegd om het therapeutisch effect te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een kunstklependocarditis of een infectie van een gewrichtsprothese. Rifampicine kan als tablet of drank worden ingenomen of intraveneus worden toegediend. Bij orale toediening wordt het vrijwel volledig geabsorbeerd, hoewel voeding de snelheid en mate van absorptie wel kan verminderen. Het grootste gedeelte van rifampicine en zijn actieve metaboliet wordt uitgescheiden via de gal. Het overige gedeelte wordt uitgescheiden door de nieren via de urine. De dosis van rifampicine hoeft niet te worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Rifampicine is een sterke inductor van het cytochroom P450 systeem en van het enzym UDP-glucuronyltransferase en de transporter P-glycoproteïne. Van de CYP-enzymen worden CYP3A4 en CYP2C het sterkst door rifampicine geïnduceerd. Dit betekent dat de bloedspiegel van medicijnen die door deze enzymen worden gemetaboliseerd zullen afnemen tijdens het gebruik van rifampicine. Er zijn voor rifampicine heel veel interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd en het is belangrijk om hier rekening mee te houden als je dit middel wilt voorschrijven. Belangrijke interacties zijn er met antipsychotica, vitamine K-antagonisten, digoxine en antimycotica. Ook orale anticonceptiva, zoals de pil, zijn niet meer werkzaam bij gelijktijdig gebruik met rifampicine en daarom is het belangrijk om een patiënt hier goed over voor te lichten. Rifampicine zelf geeft regelmatig bijwerkingen. Een bijzondere bijwerking is het oranje-rood verkleuren van lichaamsvloeistoffen, zoals urine, zweet en tranen. Dit kan gelukkig verder geen kwaad. Regelmatig voorkomende bijwerkingen zijn verder huidreacties, gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid, anorexie en buikpijn en een flu-like syndroom. Ook kan er een asymptomatische stijging van de leverenzymen in het bloed worden gezien. Rifampicine kan door de combinatie met andere hepatotoxische middelen een hepatitis veroorzaken. Daarom worden tijdens een behandeling met rifampicine de leverwaarden regelmatig gecontroleerd. Concluderend is rifampicine een geneesmiddel dat erg belangrijk is in de behandeling van tuberculose en infecties van protheses en ander vreemd lichaammateriaal. Het is een antibioticum dat altijd in combinatie met andere antibiotica moet worden voorgeschreven. Bij het voorschrijven van rifampicine is het belangrijk om rekening te houden met de interacties met andere geneesmiddelen, omdat het een sterke inductor is van het cytochroom P450 systeem en daardoor de spiegels van andere medicijnen sterk kan beïnvloeden.